John, voor de zoveelste keer. Weer top 3. Ja, weer top 3. Van harte proficiat, jongen. Ja, dankjewel. Voor de 7e keer op rij staat bakker John Treur uit Oudewater in de top 3 van de landelijke competitie Echter Bakkersgilde. Met de roomboter amandelstaaf haalden ze een 3e plaats. En die plek die verdien je niet zomaar. Ja, heel veel oefenen en goed ons best doen. Ja, we gebruiken al een recept wat al door mijn opa al werd gebruikt. Mijn vader heeft het gebruikt en wij nog steeds hetzelfde recept. En ieder jaar proberen we door veel trainen en oefenen om toch weer die perfecte roomboter amandelstaaf te maken. En om de 3e plaats te winnen moet je roomboter amandelstaaf wel uitblinken. Hij is gemaakt, ja, uiteraard 100% roomboter en amandelspijs. Bij ons is het boterpercentage in het bladerdeeg is hoger dan bij vele collega's. Omdat we zelf het bladerdeeg maken, kunnen we daar ook onze eigen identiteit aan geven. En door deze eigen identiteit heeft de Oudewaterse bakker al 7 prijzen gewonnen in de competitie. We zijn 2 keer eerste geweest in de 7 jaar al dat we in de top 3 zitten. Ja, we gaan voor de eerste plaats, maar ja, het is echt... Ja, dat verschil met plek 1, 2 of 3. Het gaat maar om 1/10 punt. Helaas dus geen eerste plek voor de amandelstaven van Treur. Maar de bakker is wel blij en trots met zijn prestatie. Ja, ik was heel blij dat ik überhaupt weer in de top 3 zat. Ja, ik deed mee om te winnen. Zo eerlijk ben ik dan wel. Als je 7 jaar echt in de top meedraait, denk ik dat je dat wel mag zeggen van jezelf. Maar we zijn onwijs blij dat we toch weer 3e geworden zijn.